Hallo kijkers, we zijn terug bij Super Mario 3D Land. En de vorige aflevering ging dit level niet heel erg goed, omdat grotendeels de controls pittig kut zijn voor de jump die we moeten maken voor de derde coin. En dat betekent ook dat we elke keer een heel stuk opnieuw moeten doen. En ik kan me dit level nog heel goed herinneren van de eerste keer dat ik dit spel speelde, gewoon echt op de 3DS zeg maar, dus niet op een emulator. En toen vond ik dit ook al een kut level. En nu is het dus ook allemaal nog een stukje moeilijker. Omdat ik ook nog kut besturingen erbij heb. Het helpt wel dat ik nu verder ben gekomen dan ik tot nu toe ooit ben gekomen. Laat maar. Ik had mijn mond moeten houden. Waarom maken ze het nog moeilijker op het eind? Oh. Ze maken het nog moeilijker op het eind. Oh, kut. Ging net aan goed. Oké. Fuck, ik dacht ik kan er omheen lopen. Waarom is dit zo'n kut level? Verbaast me dat ze me nog steeds geen gouden veer hebben geboden omdat ik zo lang over dit level doe. Vorige aflevering had ik al een beetje het idee dat het wel lang ging duren. Vandaar dat ik bij 20 minuten ook echt gewoon gestopt ben. Ik dacht van ja, ik kan wel 30 minuten aan dit ene level besteden. Maar dat is ook niet ideaal. Oh, de besturing. Kom op. Kut controllering. Oké, let's go. Dit wordt hem. Dit wordt de run. Oh, dit wordt niet de run. Dit wordt niet de run. Oké, wordt dit de run? Oh, nice. Nice. Oké. Kom Mario, we kunnen dit. Oh fuck. Ja, dit ga ik niet halen. Oh toch wel, oh my god. Hoe moet ik dit halen, überhaupt ooit? Oké. Dit ging niet heel erg soepel, maar we still alive. Oh!
Okay. Nou, spring gewoon! Waarom werkt die A-knop niet? Het is al de vierde keer dat dat hier gebeurt. Okay, let's go. Oh, dit was niet slim. Dit was niet slim, Melanie. Oh, wat zal ik blij zijn als we dit level gehaald hebben, zeg. Ik hoef hem ook niet opnieuw te doen met een tanuki suit, dus ik ben helemaal blij. Helemaal gecompleet. Let's go. Er wordt weer een boom boom of een pom pom. Oh, dus een hele snelle, hoe noem je zoiets? Dat je screen rolt, zeg maar. Ik weet het even niet. Oké. Okay. Oh mijn god! Hoeveel geluk had ik daar? Kom op. Kom op, ik hoop dat hij het haalt. Nee, ik dacht het al. Oh. Huh? Oh, daar ging een pauze. Ah, oh, dit is ook weer zo zuur. Waarom gaat hij ook een keer op pauze? Gaat het draadje eruit of zo? We hebben in ieder geval gehad. We hoeven niet eens tegen pompom of boomboeming. Dat is een lekker snel level, daar hou ik van. We gaan naar Special World 4. Oké, okay, wat moeten we bij 4.1 doen? Oeh, doe maar een tanuki suit. Dat is geen tanuki suit, dat is zeer jammer. Oh, nu moeten we toch allemaal monsters in Ko. Zie je? Oh. Oh, die gaat niet goed. Die gaat niet goed komen. Nu werd er dus in mijn brievenbus gestopt. Daar ben ik ook zeer benieuwd wat dat is.
Oeh. Oh, die wil ik helemaal niet. Oh, dit is zeer sad. Oeh, wat is er hier? Oh, dat is er hier. Nog steeds geen coin gezien, dus dit baart me zeer zorgen. Raar level is dit. Ik zou wel graag een vuurbloemetje willen ofzo. Nee, die wil ik niet. Dit is een langdradig level. Die moeten we niet pakken, want dat is een cursed mushroom. Daar moeten we elke keer van vliegen en dat willen we niet. Oh nee, dit was de cursed mushroom trouwens. Kijk, nu vallen we naar beneden. Zo. Kan iemand mij vertellen? Auw. Wacht. Nee. Oké. Oh jee. Dat was wel de eerste. Oké, dat is mooi. Ook nog Kmax. Geef me alsjeblieft een goede item. Juist. Kutzooi! Oh, zo onnodig. Zo onnodig. Zo onnodig. Zo onnodig. Zo onnodig. Komen die bombo-bombs zo meteen als het goed is? Bugadurking. Oh. Good. Yeah.
Dit level is echt moeilijk. Holy shit. Oké, deze kan ook zeer goed van pas komen. Oké, wat komt er nu ook alweer? De Koopa met de Goombas op elkaar. Oh. Kijk waar ik sta. En dan krijgen we de Piranha Plants. Fire Piranha's in ieder geval. Kut. Zo onnodig weer. Zo moeilijk te ontwijken door de diepte. En je kan ze ook niet killen. Ik mis een coin, hè? Coin is sowieso daarboven. Maar ik heb daar geen mogelijkheid om door te komen nu. Nee. Oké. Ik moet alleen voor die coin nog een keer terug, maar... Dit is echt een kut level, dus dat is wel echt balen. Ah, we moeten maar even opnieuw doen, hè. We weten waar de coin is in ieder geval, dus dat scheelt. Het is ook niet per se een moeilijke coin als je de juiste attributen hebt. Dus dan gaan we daar maar... Oh, fuck. Ik wil helemaal niet naar dit level. Naar wereld 1. Naar dit level. Om even Tanuki Suits te halen natuurlijk. Oh ja, omdat ik klein ben krijg ik natuurlijk maar één Tanuki Suit zometeen. Dat is sowieso wel onhandig. Maar dat is op zich niet erg, bedenk me nu, want je krijgt natuurlijk nog een tweede item. Of je krijgt meteen een item als je binnenkomt, dus dat is niet erg. Die Tanuki Suit moeten we hebben, ja. Zo, weer een Tanuki Suit gefarmd. Oké. Terug. Naar Special 4.
Nou, misschien had een boomerang nog perfecter geweest, maar ik doe het hier wel voor. Oh. 69 coins, kaboom. Weer, hoe kan het nou elke keer met die fucking kutsuit? Ze killen elkaar, lol. De bombs. Oh fuck. Oh fuck. Nu komen die echt kutbeesten. Dit vind ik echt kutbeesten. Dat bedoel ik. Ah, daar komen ze ook, die Kamex nog. Ja, die ga ik in het klein ga ik die nooit kunnen verslaan. Het valt me mee, valt me mee. Hier is de derde coin. Nice! We hebben hem gehaald, ik ben blij. A palady dude. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe graag een duimpje omhoog. Dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Super Mario 3D Land. Adios, amigos!